Maarten Schram van IDEA. We hadden een lopend ronde tafelgesprek in CFV Noordkade. Eerste stelling was, met de term evenementenbureau doen we onszelf eigenlijk tekort. Daar trokken we gezamenlijk een conclusie dat het eigenlijk wel meevalt. Dat de opdrachtgever inmiddels wel weet wat wij voor effectiefs kunnen. Ja, klopt. Ik denk dat ik daar benadrukte inderdaad dat de opdrachtgevers volgens mij al best wel lang precies weten zeg maar, waar de toegevoegde waarde van bureaus zitten en ze dus ook weten te vinden. Wat we vanuit IDEA doen, vertelde ik ook, is het positief zeg maar, laden van het woord evenement en dus ook van het woord evenementenbureau. Door gewoon krachtige, effectieve cases te laten zien en die te delen. Onder andere met de klantenpanel. Ik hoor ook wel terug van opdrachtgevers. Dat er zijn gewoon opdrachtgevers die vinden een evenement een sexy medium en een sexy middel. En zoeken dus gewoon, die googelen bij wijze van spreken, of die zoeken op evenementenbureau. Dus je hoort daar tegenstrijdige gevoelens over. Maar als je dan helemaal overkoepelend kijkt, gaat het dan heel goed met de eventbranche en met de evenementenbureaus? Ik denk dat we in een opwaartse lijn zitten, laat ik het zo zeggen. Ik heb het idee dat er uiteraard midden in de crisis zijn er gewoon best wel wat veranderingen geweest. Heeft de markt onder druk gestaan. Ik denk dat de bureaus die nu weer succesvol zijn, hebben daar waar nodig opnieuw positie gevonden. Of gewoon een juiste en sterke positie gecreëerd. En zijn gewoon weer succesvol, absoluut, ja.